Hallo collega's, ik ben Anne-Floor Brouwer van het Practoraat Media Wijsheid en ik ga jullie vandaag wat laten zien over Quizlet. Quizlet is een tool die je kunt inzetten om studenten te helpen bij leren, om informatie te overhoren en om lessen wat interactiever te maken. Ik zelf gebruik het als Engelsdocent regelmatig om vakjargon dat ik behandel iets speelser aan te bieden en studenten ook een optie te geven om thuis de stof te oefenen. En dat vind ik er erg fijn aan. Ook gebruik ik het wel eens om hoofdstukken samen te vatten of moeilijke grammatica onderdelen weer even speelserwijs te overhoren. Ik gebruik de gratis versie, maar je kunt je ook abonneren. En ik ga jullie laten zien hoe je iets aanmaakt en wat er dan mee gedaan kan worden. Hier zie je al een aantal woorden en stof die ik hierin heb staan. Maar ik zal jullie laten zien hoe je iets nieuws aanmaakt. Dat gaat hier heel makkelijk op aanmaken. En dan maken we een studieset aan. Wat ik er fijn aan vind, kijk, hier wordt ook nog even uitgelegd dat je zelfs gewoon een foto kunt maken en het dan scannen. En het importeren is dus ontzettend makkelijk hier. Dus mijn studenten gaan een woordjestoets doen met vakjargon en daarvan wil ik hen graag de stof aanbieden op een manier die op meerdere manieren tot zich te nemen is. Podium evenementstechniek is dat. En nu kan ik één voor één de termen definitie allemaal op gaan schrijven, maar ik ga dat makkelijker doen. Dus ik ga hier importeren uit Excel. Dan krijg je zo'n blanco optie, tekstvak. En dan ga ik hier gewoon alle woorden kopiëren en plakken. En die plak ik zo hierin. Ondanks dat het dus met tussenhaakjes is versprongen, komt dit gewoon duidelijk te staan. Dus hier de Nederlandse woorden en daarachter de Engelse definitie. Super makkelijk, heeft me maar een paar seconden geduurd. Je kunt er nog plaatjes aan toevoegen als je wilt. Hij geeft ook voorbeelden. En even kijken, zeg maar voor iedereen. Alleen bewerken door mij, nou top. Dan staan hier al termen. En in mijn geval wordt hier dan gevraagd om een taal aan te geven. Dus de linkerkant staat dan in het Nederlands, de rechterkant staat in het Engels. Ook die heeft hij onthouden uit eerdere opties, dus dat is heel makkelijk. En dan klik ik simpelweg op aanmaken. Nu krijg je hem te zien. Wauw, dankjewel. Je kunt deze ook specifiek aan klassen toevoegen, zodat je de resultaten in groepen ook terug kunt zien. Voor mij hoeft dat niet per se. Maar het is een optie, het is fijn om die te hebben. Zoals je ziet wordt nu de woordjes die ik ingevoerd heb als een soort van flashcard aangegeven. Dus als studenten graag zo leren, kan dat op deze manier. Kan ook groot scherm. Maar, zoals je hier ziet, kunnen de studenten ook oefenen met flashcards, dat zijn de kaarten. Maar ook door te leren, oftewel overhoord te worden, de woorden te schrijven, ze te horen en dan te spellen. En een korte toets. Ik zal een aantal van die opties aanklikken, wat je dan te zien krijgt. Dus de modus leren. En dan krijgen de studenten gewoon opties. Dus rollen zolder. Nou, dan mogen ze kiezen wat ze denken wat het is. Correct, yay, smiley. En als het fout is, komt er op deze manier feedback. Dus het wordt ook niet als fout of goed per se genummerd. Dat is heel fijn. Vanuit hier linksboven kunnen ze dan weer snel navigeren naar andere. Dus combineren. Laat alles verdwijnen, gaat op tijd. Oh nee, nu moet het heel snel. Kan ik zomaar alles overal naartoe klikken? Nee, dat kan niet. En zo laat je dan alles verdwijnen. Dit zijn dus verschillende manieren waarop studenten kunnen leren. Maar het kan ook spelenderwijs. Dus combineren was net een van de dingen die we hebben uitgeprobeerd. Dat voelt meer als een spelletje, meer op tijddruk. Je hebt ook zwaartekracht. En dat is al helemaal een spelletje. Nou, laten we zeggen dat we in het Engels gaan antwoorden.
En stel je hebt ze eerst overhoord, maar er zijn een paar woordjes die je echt moeilijk vindt, dan geef je die een ster, zodat je die inspelenderwijs kunt oefenen. Je kunt een moeilijkheidsgraad aangeven. Spel starten. Voorste rij. Nou, dat zijn stalls. En dan verdwijnt de asteroid en dan word je niet aangevallen. Dus coach. Verdwijnt, word je niet aangevallen. En geeft je ook hints, druk op escape om over te slaan. En als hij wel voorbij komt, gebeurt er niet heel veel. En dan heb je er gewoon eentje gemist. Nou, zo kun je spelenderwijs stof tot je nemen. Nu vind ik de leukste manier, want dit geef ik dan graag mee aan studenten om zelf thuis ook te oefenen. Of tijdens de les even zelfstandig te oefenen, eventueel met mijn hulp. Maar de allerleukste manier om Quizlet in te zetten is door de optie live te gebruiken. En die zal ik nu laten zien met behulp van een aantal collega's. Hoe je dit dus ook kunt gebruiken is via live. En dat is mijn favoriete functie om te gebruiken in de les zelf. Want dan kun je de studenten, als ze actief zijn, bijvoorbeeld even laten bewegen, even laten rondrennen, elkaar leren kennen, samenwerken op een manier wat ze niet vaak doen. Dus ik zal nu even laten zien hoe dat gaat. Daarvoor heb ik ook een paar vrijwilligers geregeld. Heel fijn. Als docent klik je dan op live en je ziet hierboven welke lijst je dan hebt gekozen en dan ga je aan de slag. Ik wil dan graag willekeurige teams. Dat scheelt mij namelijk werk. En dan vraagt hij in welke volgorde de studenten overhoord moeten worden. Mij maakt het niet zoveel uit, dus ik zeg nu gewoon van Engels naar Nederlands. En dan krijg je een heel hysterisch muziekje. En dan ga ik nu aan mijn vrijwilligers vragen of zij willen inloggen. Zo, de muziek kan op die manier uit. Dat is ook een hele fijn om te weten. En nu gaan mijn vrijwilligers of de QR-code scannen of gaan naar www.quizlet.live en daar toetsen zij deze code in. Ook fijn om te weten, als er nou hele gekke namen zouden komen, kun je ze gewoon wegklikken. Maar tot nu toe doet Mirjam het heel beschaafd. Cool, dan ga ik een spel starten en dan zal ik even mijn lieftallige vrijwilligers laten zien. Want die laten jullie dan op hun telefoon zien wat zij nu zien. Dus ik maak het spel aan. En nu staat hier dat we op zoek zijn naar foxes. Die zijn samen een team. En reindeer. Dus ik zal in de call even laten zien waar mijn lieftallige vrijwilligers zijn. Alright. Zouden jullie willen laten zien, floppa, wat jullie nu op jullie telefoon zien? Dus de vrijwilligers zijn allemaal ingedeeld in of vossen of rendieren. Dus in dit geval zijn Karin en Ingeborg zijn één team. En Mirjam, Frederik en Guske zijn één team. En zodra ik dan de quiz start als docent, dus ik laat eerst dan iedereen naar elkaar toe komen, dan druk ik op spel starten. En dan krijgen we hier sowieso een race te zien. Maar de studenten, als jullie je scherm weer naar beeld willen draaien, hebben allemaal een gedeelte van de antwoorden. Dus er is een vraag, in dit geval delay. En wat betekent dat? En dan moeten ze bij elkaar op elkaar scherm kijken wat het antwoord is. Dus of het goede antwoord staat bij Frederik voor de vossen, of het goede antwoord staat bij Mirjam voor de vossen, of het goede antwoord staat bij Guuske voor de vossen. Dus het is heel fijn dat we nu via Teams vrijwilligers hebben. Het is wel heel ingewikkeld als je het via Teams zou willen doen. Dus dit is echt een spel voor in de klas. Dan ga ik jullie alleen even vragen om zo het een en ander aan te klikken en dan kunnen we hier dingen zien gebeuren. Dus zouden jullie gewoon op random antwoorden willen klikken? Kijk, dus bij de vossen is er op een antwoord geklikt, dan wordt hij rood. Bij de rendieren worden er op goede antwoorden geklikt, dus dan gaat hij goed. En zou een rendier nu op een fout antwoord willen klikken? Kijk, dan geeft hij aan fout. En als je dan weer doorgaat naar de volgende, bij de rendieren, begin je weer vanaf nul. Dus zo blijft het spannend. Zodra er een foutje wordt gemaakt, begin je weer opnieuw. En deze vorm van racen kan voor veel kabaal en enthousiasme zorgen, maar wordt wel heel erg leuk ontvangen door studenten. Dit is Quizlet. Dank jullie wel, vrijwilligers.
En aan iedereen die dit kijkt, probeer het vooral lekker uit en laat aan ons weten hoe je het in hebt gezet in de klas. Laag!